ben Martin en ik wilde graag een keer een filmpje maken waarin ik met wat toelichting laat zien wat ik doe in het bewerken van astrofoto's. Het is al een keer getoond in de vorm van een filmpje zonder toelichting en ik dacht, ik ga het eens een keertje doen zoals onze grote voorbeelden Trevor Jones en Dylan O'Donnell van Star Stuff. Maar ja, je moet klein beginnen. Ik begin dus op mijn zolderkamertje en laten we eens kijken hoe dat werkt. Dus volgt u mij. We gaan beginnen met een voorbeeld van hoe ik het in Photoshop doe. Ik heb hier een foto die gemaakt is van de olifantslurfnevel, IC, huppelpup, nog wat. Ik weet de nummers niet uit mijn hoofd. Die heb ik hier opgeschreven, IC 1396. En wat ik wilde laten zien is hoe ik deze foto normaal gesproken in Photoshop bewerk. En dat dat, nou ja, veel tijd met zich meebrengt. Het proces kennen jullie allemaal. Althans, veel mensen die zijn hier bekend mee. Het is een kwestie van de data oprekken en kijken wat er tevoorschijn komt. En in dit geval, ik ga er even snel doorheen, zie ik dat er een beetje data tevoorschijn komt. Ik zie al een klein beetje die slurf tevoorschijn komen. En ik pruts doorgaans maar wat om het zichtbaar te maken. Als het te licht wordt, dan ga ik over naar de zogenaamde curves. Maar die zijn alleen beschikbaar op het moment dat ik naar 16 bits overschakel. Dus dat doen we dan maar even. En curves in dit geval, die stellen mij in staat om ietsjes genuanceerder die structuren tevoorschijn te halen. Dat is een enorme tijdrovende klus. Je bent er een hele tijd mee bezig voordat het eruit ziet zoals je wil. En ik kan laten zien in stapjes hoe ik dat in mijn naar eigen zeggen mooiste foto tot nu toe gedaan heb. Die handelingen die ik net liet zien, die laat ik hier nog een keertje zien, maar dan direct het resultaat zoals het toen geworden is. Dus het stretchen, het oprekken van die data, die vond plaats in een aantal stappen. En uiteindelijk kwam ik dan tot een resultaat dat er zo uitzag. Op zich al een mooie foto, maar dat kan nog mooier, want we weten dat het binnenste van deze nevel, dat heeft een beetje een blauwige tint. En dat zou ook zichtbaar moeten zijn met het soort filter dat ik gebruikte, in dit geval een Optolon L Enhance. Dus wat ik deed was, nogmaals, verder stretchen, maar dan ietsjes genuanceerder ook hier dit kerngebied als doel hebben. Dus hier kwam al een beetje dan dat kleurnuance tevoorschijn. En uiteindelijk vond ik dit het eindresultaat. En dan zet ik er altijd een mooi tekstje bij, waardoor duidelijk wordt hoe deze foto tot stand is gekomen. Nou, hier zijn we dan in Cyril. En Cyril, daar zien we dan dus nu ongeveer dezelfde weergave als waar we mee begonnen in Photoshop. Dus het scherm hier, dat laat zien hoe de nevelstructuren eruit zien. Je ziet hier natuurlijk nog niks, omdat we dat hele stretchen wat we in Photoshop stapje voor stapje gedaan hebben, nog niet gedaan hebben. Hier kunnen we in één keer dat doen door hier auto-stretch te kiezen. Dan zien we ineens die nevelstructuur tevoorschijn komen. Maar deze weergave, dat is dus eigenlijk in één klik hetzelfde als waar we in Photoshop een hele tijd mee bezig waren. Vervolgens hebben we in Photoshop ook een heleboel aan de kleur gedaan. Datzelfde kunnen we hier doen in de vorm van color calibration. En voor kleurcalibratie hebben we in dit geval een aantal stappen te doorlopen. Maar
Je zult zien dat het een veel minder aantal stappen zijn dan dat we in Photoshop gedaan hebben. Allereerst, Cyril die laat zijn data in de verschillende kleurkanalen zien. Rood, groen, blauw en RGB. En in RGB, daar kun je niet dingen aanklikken of iets dergelijks wat voor deze verschillende tools gebruikt moet worden. Zoals bijvoorbeeld deze achtergrondreferentie die je moet selecteren. Als ik dat hier probeer, dan krijg ik te zien dat de RGB-tab alleen maar voor de visualisatie bedoeld is. Dus ik ga even naar de blauwe tab, want daarin kan ik prima zien wat nevelstructuur is en wat de achtergrond zou moeten zijn. En ik selecteer hier even een gebiedje wat naar mijn idee achtergrond zou moeten zijn. Dus ik klik hier op Use Selection, zodat dit het vakje is dat deze berekening die zometeen van start gaat, dit als referentie gebruikt. Dus ik hoef maar op één knop te drukken en daar zien we dan opeens al een veel mooier resultaat. Dit is natuurlijk alleen maar een blauw signaal. In RGB ziet het er opeens al zo uit. Wat bijvoorbeeld nu al opvalt is dat die rode kleur van de nevel, maar ook het beetje blauwgroenige, dat is al direct van elkaar te onderscheiden. En ik heb maar op één knop hoeven te drukken. Nou, ik vind dat fantastisch. Wat we ook nog kunnen doen is het wit een referentie meegeven, zodat hij daar vervolgens ook rekening mee kan houden. In dit geval lijkt me dit sterretje een gebied waar wit voorkomt. Dus als ik dan vervolgens hier weer op Use Current Selection klik en op Apply, dan zal die in de berekening ook voor wit gaan corrigeren. Nou, dit is dan het eindresultaat. Nou ja, eindresultaten kennen we niet in de astrofotografie. Dus we gaan nog even vrolijk verder. Zo is bijvoorbeeld dit nu de auto-stretch, dus nog niet definitief gestretched. Dit is slechts voor het kunnen bekijken van hoe het eruit zal komen te zien. Als ik even weer terug ga naar de lineaire weergave, dan ziet het er nog steeds donker uit. Daar gaan we wat aan doen. Dat kan door middel van de histogram transformation. En bij histogram transformation dan kunnen we allemaal heel moeilijk aan de schuifjes gaan zitten te trekken en ervoor te zorgen dat alles eruit komt te zien zoals we het graag zouden willen zien. Dat kunnen we heel moeilijk doen, zoals we in Photoshop gedaan hebben. Maar we kunnen hier ook gewoon simpelweg op een knop klikken die het automatisch stretching voor zijn rekening neemt. Dus we klikken erop en boem, daar zien we hetzelfde resultaat als wat we net in die auto-stretch weergave zagen. Met dat verschil dat we nu dus in de lineaire weergave zitten. Dan zijn we nog steeds niet helemaal klaar, vind ik. Want eigenlijk mogen die kleurresultaten of die kleurnuances nog wel ietsjes meer naar voren komen. Daar kunnen we Color Saturation voor gebruiken en in dit geval, als we dit even aan de kant slepen en wat inzoomen, dan kunnen we bijvoorbeeld hier bij deze slurf, want dit is geloof ik de slurf. Ja, je ziet er maar een slurf in, ik weet het niet. En daar kunnen we de intensiteit van die kleuren kunnen we wat ophogen. Nou, ik doe dat soort dingetjes altijd maar een beetje op het oog. Ik vind dit er nu wel mooi uitzien, dus we klikken op Apply. We gaan weer even terug naar de volledige weergave. En daar zien we het nevelgebied. Het is nog niet zo contrastrijk zoals in de Photoshop weergave. Zullen we nog even terugschakelen naar hoe het er in Photoshop uitzag. Dat was hier. Dit contrasten toevoegen, dat kunnen we in Cyril ook doen. En dat gaat door middel van de Asyn Transformation of iets dergelijks. En hier kunnen we het zwarte punt een beetje naar voren trekken. En we kunnen het stretchen ook nog verder doorvoeren. Dat gaat een beetje te snel als je zo doet, zoals je ziet. Dus daar kunnen we wat genuanceerder doen. In dit geval denk ik dat een ongeveer 4, dat relatief overeenkomt met wat ik in Photoshop had. Dus nog even terug naar Photoshop en Cyril. Dus denk ik in Cyril nu nog ietsjes verder
of ietsjes helderder gemaakt dan dat we in Photoshop hadden. Maar het resultaat is veel sneller bereikt en ja, ik ben hier blij mee. Ik vind het een mooi programma. Het kan nog verder mooier gemaakt worden door ook het stretchen, of nee, het stekken in Cyril te doen. Dat zal ik in een andere video misschien nog eens laten zien. Nou, en als jullie als kijkers mij dat soort dingen willen laten doen, dan zou ik zeggen, dit hoort geloof ik bij dit soort filmpjes, klik op subscribe en like en de bel en weet ik veel. Ga ik allemaal nog achterkomen hoe dat werkt. Tot een volgende keer.